Zo, goedemiddag. Ik ga even wat lunchen zo klaarleggen. Dus een beetje op volgorde. En dan gaan we zo lekker kleuren met Copic en met de Craftlab markers. Het is wel makkelijk als alles lekker op volgorde ligt. Voor zover. Gezellig. Nou, het plaatje zit hier allemaal gestopt. Die had ik gekleurd. Ik heb voor deze gekozen. Die vond ik wel heel leuk. Het is een beetje een uitgebreidere. En eigenlijk het meeste rood en grijs zo heb ik met de kraftlapmakers gekleurd. De bruine heb ik bijvoorbeeld een combi gemaakt. Dat zal ik zo ook laten zien. Dus heb ik een combi gemaakt van de kraftlapmakers met de Copics. Dus het is allebei alcohol, dus je kan ze natuurlijk heel makkelijk met elkaar combineren. Nou, de gele heb ik dan wel met Copic gedaan, met groen en het blauw weer. Met de kraftlapmakers. Mis je dan natuurlijk een bepaalde kleur, dan kan je met de Copics ook uit de voeten. Dat is natuurlijk makkelijk met alcohol, je kan alles combineren. Nou, het leuke stempeltje is van Nelly Snelle. Nou, hebben jullie vragen over de kraftlapmakers of over de Copics, dan roep je maar. Nou, deze stempeltjes zijn dus van Nelly Snelle. Het zijn 6 nieuwe stempeltjes. Ik zal ze zo ook even los laten zien. Ze zijn echt heel leuk van prijs. 3 euro en 3,50 euro. En we hebben er ook een goodiebag van gemaakt. Van alle 6 stempeltjes. Moeten jullie het zo wel kunnen zien. De 6 stempeltjes zijn normaal €17,99. Oh, ietsje lager. En zijn nu alle 6 samen voor maar €14,99. Dan heb je gewoon 6 stempeltjes voor €15. Hoe leuk is dat? En genoemd, dus dat is altijd wel tof. Dus dit is de goodiebag Nelly's Cuties. Van 17 voor €14,99. Ik zal ze ook nog even los aan jullie laten zien. Want je kan ze natuurlijk ook los bestellen. Ik heb deze gebruikt. De gnoom op de trekker. Die is €3,50. Dus dat is de gnoom op de trekker. €3,50. Oh, ik klik even ergens op. Even kijken hoe dat ze heten. Ik zal de nummertjes even noemen. Dit is de nummer 43. Dus dit is Nelly Snelle stempel 43. Dan heb je de gnoom met de paaseieren. Nee, heb je de stempel? Of pak ik ze? Ja, heb ik. Dat is nummer 47. Ze hebben niet echt namen. Dus dat is nummer 7. Oh, het staat hier trouwens ook voor. Wat zit ze om te draaien? Hoeft helemaal niet. Dus dat is nummer 47. Dus een beetje zo houden, want ik zie dat het een beetje glanst. Met de paaseitjes. Dan heb ik de gnoom met het bloemetje. 3,50. Ja, ik zie het inderdaad. Ik ben al even aan het houden, zo zie je ze iets beter. Glans natuurlijk. Dus dit is de gnoom met de bloem. Ze staan ook eventueel allemaal in de webshop als je ze nog even goed wil bekijken. De gnoom met de bloem is nummer 48. Dit is nummer 44. Gnoom nummer 44.
De gnoom met het mandje. Dat is nummer 45, ook 2,99. Dus dat is de met het mandje 45. En de laatste is nummer 46. En die is ook 2,99 euro. Dat is toch hartstikke leuk. Voor 3 euro heb je een superleuke stempel om in te kleuren. Nou, dit was dus de Goodie Bag Nelly's Cuties. Nu voor 14,99 euro. En dan heb je ze dus echt alle 6. Nou, dit is dus die met de trekker die ik gekleurd heb. Even iets hoger houden, dan kunnen jullie hem goed zien. En dan wil ik eigenlijk met deze beginnen, met het karretje. Want dan kan je ook meteen zien dat je dus de Copex en de kraftlabmakers met elkaar kunt combineren. Nou, in de kraftlabmakers heb je dus 6 sets. Zijn er inmiddels nu uit. Nou, het leuke is, ze zitten verpakt in een doosje van 3. Dus je hebt meteen een set met groentinten. Grijs, rood, blauw. En er zijn 2 sets bruin. Dus je kan meteen al een combi maken met kleuren. Een doosje kost 5 euro. Er zijn maar 3 stiften voor maar 5 euro. En er zitten 2 punten aan. Een brushtip en een wat hardere punt. Dus een beetje wat je fijn vindt kleuren. En dan hebben we natuurlijk ook een leuke combi deal. Hebben jullie misschien al wel eens vaker gezien. Wil je alle kleurtjes? Die zijn in de aanbieding. Even iets lager houden zie ik. Van 29 voor 25,99. Dus dan heb je de 18 stiften voor 25,99. Ga ik even nu kijken. Ik ga dus wat kleuren bruin met elkaar combineren. Ik heb de E17 heb ik van de Copex gepakt. En dan heb ik van de 2 bruine sets. Het is de Powder Pink en de Choco Brownie. Heb ik wat kleuren gepakt. Even kijken, de 116, de 19 en de 28. En dan ga ik ze zo meteen gebruiken. Ik ga zo met 116, de E17... De 19 en de 28 kleuren. Deze ook even uitknippen. Ja, jullie zien het al, ik doe meestal stempel ik er wat meer. En dan ga ik zo zitten proberen, want wat vind ik leuk van kleuren? Hoe pakken ze uit? Hier heb ik bijvoorbeeld ook alle bruin tinten een beetje gecombineerd en uitgeprobeerd. En zo kwam ik natuurlijk op deze bruine combi. Ik gebruik zelf de harde punten van de kraftlabmakers, die vind ik fijne kleuren. De andere gebruikt weer graag de brushpunt. Dus dat is ook een kwestie van uitproberen en kijken. Nou, we hebben natuurlijk de handige draaiplateau van Vase. Dit is van Vase draaiplateau. Vorige week natuurlijk ook opgekleurd. Dus je hebt meteen een goede ondergrond, mooi glad. En je kan je papier heel makkelijk draaien, want ik draai nog wel graag met mijn plaatjes. Om te stempelen, en het papier zal ik trouwens ook even laten zien inderdaad. Ik stempel op het Perfect Coloring papier. Er zitten 10 vel voor 3,99 in de verpakking. Ja, de mandjes sluiten vandaag. Dus het is nu nog wat je kan bestellen, is wat we op voorraad hebben. Volgens mij hebben we van het Perfect Coloring op het moment nog iets van 3 pakken liggen. Dus 10 vel voor 4,99. En dat is echt mooi glad papier, speciaal voor alcoholmakers. En de stempels stempel ik dan met de Memento inkt. Ja, dit is dan de zwarte, maar je kan natuurlijk ook met de Rich Cacao kan je stempelen. Of met de lichte kleur pink. Dan krijg je een beetje een no-lines techniek. Dat is misschien ook wel een keer om, leuk om in te laten zien. En nu heb ik het dan met zwart gestempeld, de Memento. En die is 6,99 euro.
Nou, we hebben eventueel ook van Studio Light deze stempelblokken. En daar passen de stempels ook weer precies op. Echt een mooi vierkant formaat van stempelblok. Zitten ook lijntjes op, zodat je je stempel goed recht kan leggen. Inkepingen aan de zijkant, zodat je ook de goed vast kan houden voor de grip. Dat liet Nathalie ook al zien zaterdag. Dit is stempelblok B04. Stempelblok B04 en die is €8,99. Het rijplateau kost €29,99. En daar zit dus ook die mat, die zit er los in. Die kan je ook los vervangen. En die kan je ook aan beide kanten gebruiken. Hier zit bijvoorbeeld nog een rondje op. Dus ik draai hem even om, dan heb ik een gladde ondergrond. Dus €29,99 is het vaste draaiplateau. En er zit een mat dus ook al bij. En die kan je dus ook later weer nog vervangen als je dat nodig vindt. Nou, ik begin zelf met de lichtste kleur. Dat doe ik bij de Copics en doe ik ook bij de kraftlakmakers. Daar waar ik het wat donkerder wil hebben, wil ik het papier verzadigen. Dus daar ga ik met de lichte kleur kleuren. Dit is trouwens de brugspunt. Dat is ook hartstikke fijn. Dat is een kwestie van uitproberen. Nou, ik wil het hier dus wat donkerder hebben. Dus dan zet ik de lichte kleur aan. Wat kleine streepjes vooruit zo. Nou, dan heb ik de lichtste kleur, dus de kraftlakmaker 28 heb ik aangebracht. En even goed kijken, waar heb ik nou daarvan? Nee, ik heb een knippad. Ik heb hier onder nou neergelegd. Ja. De volgorde goed aan jullie zijn. Dan ga ik met de donkerste kleur aan de gang. En dat is nummer 116. Ook de kraftlapmaker. En dan ga ik daar waar ik het licht aan heb gezet, ga ik daar overheen. Zo zie je het ook nog even iets dichterbij, anders kan ik niet zo goed zien. Ja, dan kun je zelf even kijken tot hoever dat je het donker wilt laten lopen. Ik wil het niet te ver, want ik wil natuurlijk ook nog de andere vier kleurtjes aanbrengen. En met het draaiplateau hoef ik niet elke keer mijn papiertje op te tillen. Dus krijg ik geen vieze vlekken erop. En die kleur zo altijd heel graag zo van me af. Omdat je bij de alcoholmakers vooruit wil werken en niet terug. Want als je terug gaat duwen, duw je ook de kleur terug. Daarom draai ik ook graag het papier steeds. Ook hier hou ik de stift niet recht, net als bij de Copics. Ik hou hem altijd een beetje schuin, zodat ik de zijkant van de stift gebruik. Nu pak ik dus de Copic Marker E17. De Copic Markers kosten €7,50 los. Ja, zaterdag hadden we ook wel wat vragen daarover. Een Copic is natuurlijk een hele andere stift als een kraftlakmaker. Ze kleuren allebei hartstikke goed. Niet iedereen heeft een budget voor een stift van €7,50. De kraftlakmakers zijn ook hartstikke fijn om mee te kleuren. Maar soms mis je een paar kleurtjes en dan is het weer fijn dat je het met de Copics kan combineren. Daar waar ik hier gestopt ben, pak ik hem eerst een stukje mee. Dan ga ik er vanaf het begin af aan een beetje zo overheen. En later komen er bij de kraftlakmakers nog meer kleurtjes. Dus volgende maand komt er al een blender set. Maar als je eigenlijk ziet wat ik er eigenlijk nu al mee gekleurd heb, kan je er gewoon heel veel mee kleuren al. Helemaal natuurlijk met kraftlapdiertjes. Dat zijn echt precies de kleuren die er nu zijn. Dus ook elk laagje kleur ik eerst verder. En dan vanaf het begin even aan mee. Dat doe ik eigenlijk alleen met de Copics. Zo met de kraftlapmakers doe ik het weer wat anders.
En zo kleur ik hem een klein stukje verder. Oh, dat is handig. Ja, op een groot beeld. Nou pak ik de Scrafflap marker nummer 19. En dan ga ik niet vanaf het begin, maar dan pak ik hem gewoon verder waar ik gebleven ben. Dus dan kan je hem gewoon zo verder kleuren. En bij de Scrafflap maker vind ik het altijd wel fijn om iets ronddraaiend te doen. Zodat je hem zo uitkleurt. Hier, de Scrafflap maker kun je heel makkelijk zo verder kleuren. Dan hoef je niet helemaal vanaf het begin aan mee te pakken. En dan kleur ik ze zo iets verder. Dat is in mijn beeld. En dan pak ik de laatste kleur, de lichtste kleur, nummer 28. En die kleur ik dan bijvoorbeeld ook weer zo verder uit. Kijk, dan heb je eigenlijk al heel snel een hele mooie overloop. Daar hoef je heel weinig voor te doen. De Scrafflap maker kan je eigenlijk zo doorkleuren. Hoef je niet helemaal vanaf het begin weer te starten. Ja, dan is het voor jezelf kijken, kijk, hij is zo wel hartstikke leuk. Nou, het kleurt natuurlijk op een gegeven moment, dan gaat het helemaal in het papier trekken, dus dan wordt het nog weer lichter. Ik vind het zelf altijd wel mooi om met twee laagjes te werken, dan vind ik het net iets meer sprekend. Maar dan begin ik dus niet met de lichtste kleur, maar meteen met de donkerste kleur. En dat doe ik ook weer met de Scrafflap maker met de donkerste kleur. Zet ik aan. En hoe leuk is het dan dat je gewoon twee soorten stiften zo kan combineren. Nou, ik was ook zo blij verrast met de Scrafflap maker. Als jullie dat ook al bij Mirtha gezien, de kleuren echt heel mooi. Ja, de stempels zijn echt leuk deze genomen. Ik vind ze ook echt zo leuk. Lekker zondagmiddag zo op mijn gemak lekker zitten kleuren. Nou, zet ik zo heel de donkere kleur weer een stukje aan. Ik weet niet of jullie zo voorkeur hebben van nog een deel van de genomen wat jullie graag willen zien. Ik vond dit sowieso wel heel leuk om te laten zien. Dat je natuurlijk een combi kan maken. Ik zal zo ook nog even met de trekker. Die heb ik bijvoorbeeld met grijs gedaan. En ik zal ook de wielen. En dan zie je ook dat je rood met grijs weer heel mooi kan combineren voor schaduw. Dat is denk ik ook wel leuk. Om te laten zien. Nou, met Scrafflap maken ga ik dus niet over beginnen kleuren. Ik kom gewoon verder uit. Dit is dan nummer 19. Nou, ik zal vaak zeggen, het mooiste bij alcohol is echt wel een uurtje later, maar de dag erna, dan is het echt helemaal mooi. Dan is het helemaal in het papier getrokken. En dan zie je zulke mooie overlopen. Dus ook al denk je soms wel eens van, oh nee, het wordt niet mooi. Dan wordt het wel. De combi deel van de shimmer sprays is helaas momenteel op. De leveranciers zijn er twee, die hebben het beide niet meer. We krijgen nog wel wat losse kleuren. Dus zou je eventueel maar alleen nog de kleuren willen die leverbaar zijn, kunnen we die wel noteren. Maar de combi deal, die krijgen we helaas niet meer. Nou, deze laat ik dan nu dus drogen. Dan zie je dus ook echt het verschil, hè, dat nog echt heel mooi indroogt. Nou, zal ik eens even de wielen laten zien met de grijs. Ja, zolang ik kleur laat ik mijn doppen er altijd af en ben ik klaar, dan doe ik ze er weer op. Even kijken, mijn Etsy. Ik ga ze ook nog niet laten zien. We hebben van Sensback. Hebben we deze handige Etsy's. Er wordt altijd op gereageerd, Colinda. Als het er wel of niet is, dan hoor je dat. Als je niks gehoord hebt, dan zal het helemaal goed gekomen zijn. Dus dit is de Sensback. Eigenlijk een hele makkelijke opbergmap.
bon. En die ga je dus zo openmaken en uitvouwen. En dan zie je hier dus al je stiften. En dan kan je hem ook nog zo vouwen dat je hem neer kan zetten. Dat gaat natuurlijk niet onder mijn standaard, maar ik zal even laten zien. Dan kan hij dus zo op je bureau staan. En ik pas er ook je Copex in. Dus dan kan je ook weer een combi maken. Dit is de Sensbag voor 24 stiften. Dus daar passen al je kraflapmakers dan ook in. En die kost €14,99. Dus dat is de Sensbag voor 24 stiften. En die is €14,99. Nou, ik ga hem even zo draaien. Dan ga ik even de grijstinten halen er even uit. Zie je, schuift ook heel makkelijk zo de stiften erin en uit. Dan zal ik ook even de roodtinten eruit halen. Die wil ik jullie zo ook laten zien. Nou, voor de wielen heb ik dan ook weer de drie kleuren gebruikt die er in de verpakking zitten van de grijze. En dat is deze set, dat is de set Winter Night. Dus drie stiften voor €4,99 en deze set heet Winter Night. Mocht je nou een keertje er langs gaan, dan hebben we natuurlijk van Copic de blender. En daar is de blender dus heel handig voor. Dus ik hier nou even een streepje zetten en ik ga er iets uit. Dan kan je dus met de blender de kleur weer terugduwen. Dus als je dan zo eroverheen gaat, dan duw je de kleur terug het kleurwerk in. Het is niet dat het helemaal weggaat, maar dan kan je wel je fouten nog weer corrigeren. Dus daar is de blender dan weer heel makkelijk voor. De blender is er dan van Copic. En dan ga ik nu weer de grijze tinten pakken. En dan begin ik ook weer met de lichtste kleur. Van de grijze is de lichtste kleur de 189. En bij deze heb ik ervoor gekozen om hem hier langs donker te maken. Dus daar begin ik weer met de lichtste kleur. Dat doe ik zo zelf ronddraaiend. Zet ik de lichte kleur aan. Ik kan wel een lijn zetten, maar ik vind als je zo doet dat je makkelijker de overloop krijgt. En dan pak ik de donkerste kleur en dan ga ik daar weer overheen, want mijn papier is dan mooi verzadigd. En dan kan ik het nog weer wat makkelijker uitblenden. En ga je een keer over een lijntje is niet erg, want jullie zien dat waarschijnlijk niet. Ik heb hier mijn blauwe pen laten vallen hier aan de bovenkant. En dan ben ik overheen gaan kleuren en dat kleur je dan toch weer helemaal weg. Dus als je er dan iets overheen gaat, dat maakt niet eens uit. Nou, dan ga ik met de middelste kleur, de 187. Ga ik hem nu dus iets verder kleuren. Ook zo ronddraaiend. Kleur ik hem dan verder. Als je er dan wat langer overheen gaat, zie je hem wegvloeien. En dan pak ik de lichtste kleur uit diezelfde set. En dan ga ik hem verder inkleuren. En dan draai ik rond waar ik gestopt ben. Ik kan hem ook nog een beetje van het begin af aan meepakken. En dan ga je zo een paar keer rondom. En dan blendt hij lekker uit. En dit doe ik zelf altijd twee keer ook. Ik doe eigenlijk alles met de alcoholmakers twee keer. Vind ik altijd net iets mooier weer overkomen. Nou, ook hier zie je weer echt goed het verschil. Hè? Hoe donker het nu is en hoe dat het straks opdroogt. Dat is echt een verschil. Bij deze zou ik denk ik de donkerste niet doen, omdat hij nog vrij donker is. En dan zou je ook kunnen zeggen, ik pak bijvoorbeeld de middelste kleur. Ik ga weer over die... Ik pak hem een klein stukje mee waar ik gestopt was. En dan weer met de lichtste kleur. Dus daar kan je ook een beetje mee spelen. Als je zegt, nou ik vind de rand aan het begin eigenlijk al donker genoeg.
Dan pak je gewoon de middelste kleur. En dit laat je dan zo mooi drogen. Vandaag kan het nog. Tot een uur of 3:30 kan je nog je mandje, dingen in je mandje doen en nog bellen eventueel. Nou, hier had ik bijvoorbeeld met rood en met groen ook gewerkt. Dus ook de groene tint pak ik er even bij. Dit is de groene set. Die heet Matcha Tea. Heb je dus weer 4 kleurtjes groen. Die echt heel mooi in elkaar overlopen. Voor €4,99. Dus dat is de set groen van de Kraftlabmakers. Even de grijze, even mijn dopjes erop. En hier heb ik een beetje een keuze gemaakt. Ik heb deze wat lichter gehouden en die heb ik van donker naar licht gedaan. En ja, deze rand heb ik dus gewoon licht ingekleurd. Dus die kleur ik gewoon in één keer in. Dan zie je ook al, pakt die wat zwart mee. Dat maakt helemaal niet uit. Nou, hier wil ik hem dus aan de rand wat donkerder. Rood is een wat hardere kleur. Dus straks maak ik dit nog rood. Maar dat doe ik eigenlijk het liefst pas op het laatst. Want rood gaat makkelijker weer over die groen. Dan heb ik de lichte kleur ingekleurd. En dan pak ik de donkerste kleur, ga ik daar overheen. Nou, deze gaat het haast niet anders, hè, dan een streep. Het is natuurlijk een kleiner vak. Daar kom je ronddraaiend haast niet in. Dus dan zet ik hem zo rond. Dan pak ik de middelste kleur, de 162. Dan zet ik zo kleine streepjes naar binnen. Ga ik over de donkerste heen, om het stipje een beetje heen. Het is dus niet erg, al ga je er wat overheen. Een klein beetje natuurlijk nog overlaten, ook voor de lichtere kleur. En dan pak ik de lichtste kleur, de 160. En daar kleur ik hem dan mee in. Dan pak ik hem gewoon vanaf het begin. Hier even omheen. Dus ga ik gewoon... Zie, dan pak ik hem vanaf het begin af aan, kleur ik hem verder in. En dan krijg je toch een hele mooie overloop, want die lichte die pakt de donkere kleuren mee. Dan zie je nog iets van een streepje, dan kan je er gewoon weer ronddraaiend overheen. Nou, hier kan je er weer voor kiezen om nog even een laagje aan te brengen. Dan gebruik ik ze alle drie weer een klein beetje. En dan kan je dus zeggen met een rode kleur, ik denk dat ik de middelste doe. Ik wil hem niet zo heel donker. Oh, andere kant. Ik zie de rode kleur overheerst toch weer bij het groen. Dan heb je zo ook het wieltje ingekleurd. Nou, ook hier zie je weer het verschil. Hoe donker het is, maar hoe straks, hoe mooi licht het dadelijk weer helemaal op gaat drogen. Nou, dan ga ik ook nog even de grijs met rood laten zien. Ja, combi-deal van de markers inderdaad, waar ik mee kleur. Combi-deal Kraftlabmakers. Maar we weten welke je bedoelt, Jantje, dus dat komt goed. Nou, dan ga ik dus met de rode set aan de gang. Helemaal een van mijn favorieten. Is natuurlijk heel leuk voor de kerst. En ook natuurlijk voor dit soort stempeltjes. Dit is de set Lemonade Punch. Lemonade Punch. 3 kleuren voor €4,99. En hier ga ik dus een grijze kleur bij gebruiken. Uit de set Winter Night. Dus maak ik een combi. En van Winter Night pak ik de lichtste kleur, de 189.
En hier zie je bijvoorbeeld wat donkere stukjes. En dat heb ik eigenlijk met de grijs gedaan. En dan kan je met elke kleur kan je dat eigenlijk doen. Bijvoorbeeld onder bruin of wat je ook wil. Je kan er altijd iets grijs onder zetten om net nog iets meer contrast te krijgen. Ik begin dan weer met de lichtste rode kleur waar ik het donker wil. Hier bijvoorbeeld. Het is een heel makkelijk fijn puntje aan de voorkant, dus je kan makkelijk, je gaat niet zo heel gauw ergens overheen. Nu ga ik dus met die grijze kleur, die 189, ga ik weer over dat lichte gedeelte heen. Ik denk trouwens dat ik de iets donkerder pak. Ik ga de 187 pakken, die is net even iets donkerder, dan zien we net iets meer. Dan ga ik gewoon over die lijn heen. Het grijs wordt wel ietsje zachter omdat natuurlijk die kleur daaronder zit. En dan ga ik er met de donkere kleur rood ga ik er dan overheen. Dus ook weer over dat wat ik net gekleurd heb. Een beetje mee kijken hoe ver dat je natuurlijk iets donker of licht wil. Nou, pak ik de middelste kleur om hem weer iets verder te kleuren. Dan goed zo weer ronddraaiend waar het kan. Nou, hier gaat dan inderdaad een beetje kleine streepjes. Uit. En dan ga ik hem met de lichte kleur helemaal weer inkleuren. Kijk hoe mooi dat al meteen helemaal in elkaar overloopt. Die rood en die groene zijn echt mijn favoriete set. Kleuren zo mooi uit. Nou, hier kan je dus ook een beetje ronddraaiend uitkleuren. Nou, dit is eigenlijk al heel mooi, maar ook hier doe ik het weer in twee keer. Ja, de grijze ronde vind ik echt heel tof. Geef net even wat meer diepte daarin. En dan kan je zelf kijken van wil ik er nog meer diepte in. Ja, ik begin dus echt altijd weer met de grijze dan. Daar heb je maar een heel klein beetje van nodig, maar het geeft net even iets meer. Oh Jantje, nee, de markers zijn er wel. Wat Jolanda bedoelt gaat over de sprays. Ja, dat is voor alleen. Ja, voor, nee. Dus voor de stiften komt dat goed. De kraftlapmarkers hebben we... Zit er al in voor Jantje. Ja, de stiften zitten er al in Jantje. De stiften hebben we voldoende op voorraad. Nou, ga ik ook weer met de donkere. En dan pak ik weer de middenkleur. En dan kleur ik hem zo weer wat verder. En dan met de lichtste kleur blend ik het weer helemaal zo even in. Kijk nou hoe mooi dat de trekker is. En dan droogt hij natuurlijk straks nog weer mooier op. Nou, dan krijg je echt een heel mooi effect met dat grijs er zo onder. Zal ik ook nog eventjes de baard laten zien. Die heb ik dan gekleurd met Copex. Maar die kan je natuurlijk ook met de grijs tinten kleuren. Ik wilde hier even een andere combi laten zien. De grijs tinten. Nou, van de Copex heb ik...
voor de baard en de snor heb ik gebruikt de N5, de N3, de N1 en de N0. Dus dat is de N5, N3, N1 en N0. En de koppels kosten dus €7,50 per stuk. Ook bij dit ga ik weer van donker naar licht. Alleen bij de Copics doe ik altijd streepjes zetten. Kijk eens wat vers van de pers binnenkomt. Oh, hij werd al besteld. Kijk eens wat er binnenkomt. Oh ja. Heb jullie ook al zin in het voorjaar in de zomer? Nou, met dit vel kom je helemaal in de zomersfeer. Het nieuwe knipvel Hello Summer kan ook nog mee in je mandje. €1,99. Deze heb ik nog 5. Oh. En dit zijn de laatste blokjes. Het blokje See You. Wat natuurlijk heel goed weer bij het knipvel matcht. Maar daar hebben we dus voor nu aan toe te voegen. Hebben we er 5. Dus wil je het blokje See You bestellen. Dat is het Craftlab blokje See You. Het knipvel hebben we natuurlijk volop. Het knipvel Hello Summer. €1,99. Helemaal te gek, toch? Oh, leuk met die ballon met beach. Summer is my favorite season. Een summer chaser. Summer chillin. Oh, hij is echt leuk. Dus dat is het knipvel Hello Summer. €1,99. En het papierblokje See You is €7,99. Daar hebben we dus voor nu maar 5. Want de mandjes gaan natuurlijk vandaag sluiten. De stempeltjes van Nelly Snelle en de markers hebben we wel genoeg. Nou, de grijs van de Copics. Ik begin dus met de N0 nu. Ook weer daar waar ik het wat donkerder wil hebben. Nou, dat is dus hier. Een beetje met de baard mee. Nou, bij de Copic gebruik ik de brushpunt, omdat aan de andere kant een bijtelpunt zit. Ja, die gebruiken we natuurlijk niet met het kleuren. Dus hier gebruik ik, en ik gebruik hem altijd plat, zoveel mogelijk de zijkant van de stift. Want hoe rechter je hem houdt, hoe moeilijk dat je weer een overloop eruit krijgt. Je kan ze dus goed combineren, maar je ziet het al, het zijn een beetje andere technieken. Omdat je andere punten hebt en andere, nou ja, ze gewoon weer qua gevoel anders kleuren. Nou, heb ik een beetje aangezet. Ik zal ook meteen hier even lichten aanzetten. Nou, ik verzadig het altijd weer. Beeld staat stil. Nou nog. Nou, volgens mij loopt hij nu weer. Hij loopt weer. Ja, maar hij stond ook het beeld stil. Nou, ik heb de lichte kleur aangezet. Dan ga ik dus weer met de donkere. Dus de techniek blijft dan hetzelfde. Eerst de lichte kleur voor het verzadigde. En dan met de donkere kleur. Nou, met de brushpunt zet ik hele kleine streepjes vooruit. Als je het met het draaiplateau gaat, dat weer heel handig. Nou, hier wil ik het natuurlijk ook wat donkerder hebben. Dan kleur ik zo een beetje met het bochtje mee. Ook zie je trouwens, hier moet natuurlijk ook nog een stukje rood. Ja, ik vind het ook wel leuk als hier nog wat donkerder is. Ja, ik had zelf, moest ik hem ook even opnieuw opstarten. Ik dacht, hé, ook mijn beeld staat stil. Maar na het opnieuw opstarten deed hij het gelukkig weer. Nou, ook hier pak ik weer, dan heb ik de N5, pak ik nu de N3. Waar ik gestopt ben, pak ik hem weer mee en een stukje verder. Dus bij de Copics doe ik elke keer eerst een stukje verder. En dan vanaf het begin. Dat doe ik bij Craftlab markers niet, dan kleur ik door.
Nou, die ga ik zo een beetje mee de bocht om. Nou, blij dat bij jullie ook het beeld weer goed is. Dan pak ik de N1. Doe ik weer hetzelfde. Leg ik hem eerst een stukje verder en dan pak ik hem vanaf het begin af aan. Ik wil hem eigenlijk hier ook nog met donker. Misschien ga ik ook nog even donker aanzetten. Ik doe dus altijd met kopjes ook streepjes zo vooruit. Geen streep zo, want dan krijg ik een mooiere overloop. Dit was de N5 en dan pak ik de N3. En dan ga ik zo een paar keer weer over die lijnen heen, zodat het mooi overloopt. Nou, dan ga ik eigenlijk de kleurtjes daar naar elkaar toe brengen. Ik was hier gestopt net met de N1 naar deze kant. En dan laat ik ook nog een klein stukje open voor de N0. Dat is dus de lichtste kleur. Kleur ik hem eerst verder mee in en dan pak ik hem zo even vanaf het begin af aan. En als je het dan met de kopjes vanaf het begin af aan weer meepakt, dan krijg je zo'n mooie overloop. Zo kan je het mooi opbouwen. Dan kan je toch heel mooi van licht naar donker werken. Nou, doe ik natuurlijk ook nog een tweede laagje. Ja, dit kan je ook weer zelf kijken. Vind ik hem zo donker genoeg? Wil ik hem nog iets donkerder? En bij dit vind ik het altijd wel leuk. Om dan te zeggen, ik ga zo een beetje met de baard mee. Echt een beetje zo die streepjes erin krijgt. En dan hou ik hem wel wat rechter. Dan kan je natuurlijk iets makkelijker streepjes zetten. Kijk, dan krijg je echt een beetje dat streepeffect. En dan doe ik ook weer van donker naar licht. Nee, dit zijn de N-kleurtjes inderdaad. Maar kan ook met de C-kleurtjes, zeker. Als je C5, C3, C1 en C0 pakt, kan dat ook perfect. En dit is een beetje neutrale grijs en de C is een beetje cool grijs. Maar het komt wel een beetje op hetzelfde neer. En ik wilde echt een beetje een andere kleur als deze pakken. Nou, bij deze ga ik dan ook weer een beetje strepend hier overheen. Want ik wil het natuurlijk geen harde strepen, maar ik wil het echt een beetje uit laten vloeien. En dat doe ik dan ook nog even met de N1. Kijk, en zo kan je dan echt een beetje zo'n baard maken. Dus dan krijg je echt een beetje dit effect. En dan heb je toch een beetje het verschil in grijs. Nou, dat is een beetje het kleuren wat ik zo jullie wilde laten zien. Nou, zo kan je natuurlijk met de geel, met blauw, met alle kleurtjes heel mooi werken. Ik denk dat jullie wel een beetje het principe zo snappen hoe dat je natuurlijk dan met de stiften kan inkleuren. Kijk, heb ik nog een kleur inderdaad niet laten zien. Oh, de blauwe tint kan ik even laten zien, want die heb je natuurlijk ook van Kraftlab. Dan heb ik echt alle kleurtjes laten zien. Blauw had ik natuurlijk hier bij de eitjes gedaan en ook hier. Nou, ook daar kan je weer een combi maken of je kan de kleuren gebruiken die er in de set zitten. Nou, ook bij deze kan je weer een combi maken met wat grijs eronder. Ja, ik probeer dan toch weer te denken van wat kan ik weer laten zien aan jullie wat weer leuk is waar je weer iets mee kan. Hier bijvoorbeeld met de eitjes werk ik van boven naar beneden. Zet ik eerst de lichte kleuren aan en dan kan je ook weer kiezen om wat grijs eronder te zetten. Ik zou dan van Kraftlab de middelste grijs pakken. Nou, de blauwe uit die set, dat is deze set. Mooie blauw tinten. Dat is de set Maya Sky.
Er zitten dus deze drie blauwtintjes in. Nou, donkerblauw is echt heel mooi donkerblauw. Dus die doe ik net een beetje naar het blauw-zwart. Doe ik een heel klein beetje. Het mooie is een draaiplateau ook. Je hebt daar niks, geen, zoals je nou op een tafel, dat er een deukje in zit. Of dat er iets op ligt van een kruimeltje. Nou, in het draaiplateau heb je ook niet geen oneffenheden. Dus je, daar heb je dan ook geen last van. Nou, ook hier pak ik gewoon meteen mee van de donkere kleur. Dan ga ik gewoon zo een paar keer strepend vooruit zien. Dan heb je al meteen een mooie overloop. Daar hoef je eigenlijk niet zo heel veel voor te doen. En dan nog de lichtste kleur van de set. Dan kan je zo helemaal ronddraaien en kan je maar verder inkleuren. Zo in een capsule en dan moet je hem even laten drogen. En je zou dan deze ook weer kunnen combineren eventueel met de jeans kleuren. Zal ik ook even laten zien. Kun je nog een stukje ei. Je hebt bijvoorbeeld nog dat ei. Hier had ik bijvoorbeeld de B97 van Copic gebruikt. En dan de 263 van de Kruidvat Max. En dan weer de B93 van Copic en de 144. Dus dan kan je ook weer een hele mooie combi maken om dan deze blauwe weer te krijgen. Nou, ik zal nog even alles laten zien wat ik gebruikt heb. Dit is dus het draaiplateau van Vase, €29,99. Kan je natuurlijk ook op snijden of hoeft natuurlijk niet alleen voor te kleuren. Nou, we hebben natuurlijk de combi deal van de Kraftlab markers. Alle zes de doosjes. Dus 6x3 stiften van 29 nu voor €25,99. Dus de combi deal van de Kraftlab markers nu voor €25,99. Je kan ze natuurlijk ook los bestellen. De blauwe set is de Maya Sky. Mag ook zetten Kraftlabmakers blauw. Kraftlabmakers groen. Matcha tea. Kraftlabmakers rood. Dan hebben we de Kraftlabmakers in het grijs. Kraftlabmakers choco. En de Kraftlabmakers powder pink. Nou, ik heb dus inderdaad de Nelly Snelle stempel met het trekkertje gebruikt. €3,50. Nou, dat is toch superleuk. Voor €3,50 weer lekker een ontspannen dag. Nou, de andere stempeltjes had ik natuurlijk al laten zien. Die met de trekker is nummer 43. Even kijken dat het weer niet spiegelt. Ja, zo is het goed. Deze. Nummer 46 met de eitjes. Deze zijn €3. Met het mandje is nummer 45. Stempel 45, €2,99. Dit is stempel 44. Stempel 44, ook €3. Is ook leuk met de bloem. Stempel 48. Stempel 48 met de bloem. En dan heb ik nog deze, die met de alle baasuitjes. Dat is nummer 47. Nou, ik stempel dus met de zwarte Memento. Dat doe ik op speciaal glad papier. Koppelpapier. 10 vel voor €2,99. Nou, wil je nog een tas om je Copic markers in op te bergen die je makkelijk kan laten staan, heb ik de Sensbag van €14,99. Dus dat is de Sensbag, €14,99 en er passen 24 stiften in. En dit is nou de hele goodiebag. Als je zegt, ik vind alle stempeltjes wel heel leuk en ik kan niet kiezen.
Voor 15 euro heb je ze dus alle 6. Ik moet hem iets lager leggen, zie ik. Dus dat zijn de combi-deal van de Nelly stempels. Nu voor maar 14,99. Nou, loop ik nog even met jullie de winkel in. Pak eerst even een slokje koffie. Het zal koud zijn, denk ik. Als jullie zo nog iets speciaals willen zien in de winkel, mag je natuurlijk roepen. Dit is de laatste dag dat je nog iets aan je mandje toe kan voegen. Want morgen gaan we het natuurlijk afwerken. Of je moet op de open dagen komen. Ja, koffie was koud. Zo, loop ik even met jullie naar de winkel. Nou, heel leuk om te lezen dat jullie het weer zo leerzaam vonden. Ik vond het ook weer heel leuk om de live te geven natuurlijk. Nou ja, gezellig inderdaad. Voor wie naar de open dagen komt, hebben we weer natuurlijk super veel zin in. Nou ja, Jolanda had het misschien vanochtend al gezegd. Het blokje Blue Skies is overal uitverkocht. Kunnen we nergens meer bestellen. Ik heb er nog 6. Dat zijn echt de laatste en dan komt hij ook niet meer. Dus wil je nog met het wolkjespapier van Kraftlab aan de gang en had je die nog niet besteld? Ik heb er nog 6. De Blue Skies 7,99 van Kraftlab. Hier zie je ze bijvoorbeeld. Dat is echt dat hele toffe wolkenpapier. In alle pastelkleurtjes. Dus dat is het Kraftlab designpapier Blue Sky. 7,99. En hetzelfde geldt voor Lucas. De andere artikelen konden we nog bestellen. Maar ook Lucas is bijna overal uitverkocht. En ja, ik weet niet of dat hij nog komt. Maar voorlopig dan in ieder geval een paar maanden niet. Of helemaal niet meer. Nou, Lucas hebben jullie vast al heel veel gezien. Hier ook met de luchtballonnen, hier met de doorkijkkaart. Dus dat is de standsmal Lucas van Kraftlab. 11,99. En vers van de pers is natuurlijk de nieuwe lijn van Dutch Doobadoo. Net binnengekomen. En die kan je nog wel bestellen voor in je mandje. De hele populaire mal februari. 4,99. Kan je natuurlijk in je planner gebruiken, maar kan natuurlijk ook gewoon als kaart. Dus dit is de Dutch Doobadoo mal februari, 4,99. En ik hoorde vorige week in de winkel dat bij heel veel plekken de mal december uitverkocht was. En dat ze dachten dat hij niet meer zou komen. Of dat hij nergens te bestellen was, maar hij is er nog wel. Dus mocht je nog de mallen december of januari aan je collectie toe willen voegen... Die hebben we weer binnengekregen. Dus die zijn volop leverbaar. We hebben dan de eerste was de december, januari. En nu is de mal februari uitgekomen. Allemaal €4,99. Er is natuurlijk ook een leuke nieuwe glitterset. Die bij het designpapier past. Leuke nieuwe tintjes. Beetje voorjaarskleurtjes. Dit is de glitterset Wild Flowers. Glitterset Wild Flowers. En die is €5,99. Dan zal ik ook even het nieuwe papier openmaken. Oh Karin, kan jij mij even helpen? Kan jij deze voor mij openmaken? Het is natuurlijk wel leuker om het papier eventjes te zien. Deze pakken? Ja, graag. Er zit ook weer een nieuwe mask set bij. Leuk zitten 3 masks in de verpakking voor €9,99. Dit zijn de mask stencils Wildflowers. Dit zijn de patronen. Ik vind deze ook erg mooi, die laatste. Dus 3 mask stencils Wildflowers voor €9,99. De papierset is €10,99. Dus dat is de papierset Wild Flowers. Krijg je dus 24 vel in A4 formaat. En Karin heeft het even uitgepakt. Kijk, hele mooie bloemenprinten. Een mooie houtstructuur. Ik heb hem op zijn kop, zie ik. Die bloemen komen dus ook elke keer weer terug in het papier.
Lekker vrolijk papier. Het is ook weer heel leuk. We hebben natuurlijk weer leuke labeltjes en zo ook aan de zijkant uit laten steken. Met jongeltjes. Dat is ook leuk. Lekker weer voorjaar. Ja. Nou, er zitten natuurlijk ook allemaal kaartjes weer bij. Voor plannen, maar natuurlijk ook voor kaarten maken. Mooie kleur. Ja, het past allemaal wel echt heel mooi bij elkaar. Hier ook weer allemaal kaartjes. Ja, al overprint. Dus dat is de nieuwe papierset Wildflowers. Nou, je ziet ze ook nog allemaal op een rij. €10,99. Nou, bij de set zit natuurlijk ook weer een sticker. Er zitten twee stickervellen. Eén stickervel met allemaal A tot en met Z. En dan echt leestekentjes erbij. Ook nog 0 tot en met 9. Zit er echt veel op. Dus dat is het stickervel Wildflowers, €3,50. En nieuw, dan zou je deze ook nog even open willen maken. Dat is ook een stickervel. En die is helemaal in dezelfde kleur. De combi-deel van de Shiny Sprays is helaas niet meer leverbaar. Corrie, dus zou je losse kleuren willen? Ik begreep dat van Jolanda. Ik geloof dat er nog 5 losse kleuren zijn. Als je die wil, kan je het doorgeven. Maar de combi-deel is helaas nergens meer te krijgen. We hebben echt de laatste nog overal gekocht. Dus helaas zijn er nog 5 kleurtjes verkrijgbaar. Mocht je dat willen, dan laat maar weten. Dit is het nieuwe stickervel Wildflowers. Even een klein beetje. En deze zijn dan ook mooi. Dus ja, even gewoon een klein stukje om te laten zien. Kijk, zie, zijn mooie transparante stickers. En waar je dan ja, zeg maar de bloemen en de teksten heel mooi in kan zien. Echt een heel leuk stickervel met allemaal tekst. Hello spring, sunshine is the best medicine. Bloem, baby, bloem. Here comes the sun. Dus dat is het tekststickervel. En de andere is het alfabetstickervel. Beide €3,50. En dan hebben we natuurlijk nog de labelvellen. Dat zijn grote vellen. Met labels. Dus dit is het labelvel en dan hebben we ook nog het stansvel met de plaatjes. Daar kan je natuurlijk weer heel leuk je kaart of planner mee opbouwen. Ik zal even opnoemen wat ik nog heb. Want ik denk dat deze zet ik even alvast apart. Die waren net voor Marleen denk ik besteld, dus die heb ik dan niet meer. Wat ik nog aan kleuren heb... Ik heb nog 2 keer mauve pastel. Mauve pastel, dus dat is een lila tint, heb ik nog 2. Ik heb nog 1 kleur in het geel van de Shiny Spray. Ik ga heel even kijken. Dit waren allemaal verschillende. Ja. Dan heb ik nog 3 keer Blue Ciel. Blue Ciel en ik heb nog 2 keer Blue Clair. En dit zijn echt de laatste kleurtjes. Dus 2 lila en gele, 3 blauwe en een Blue Clair. Ja, we hebben inderdaad ook een combi-deel eventueel van de Wildflower set. Weet zo even niet wat de combi-deel is. Maar die staat in de webshop. Mocht je die willen bestellen, dan krijg je dus de hele collectie. Dus dat kan eventueel ook nog in je mandje. Nou, ik heb eventueel nog 1 rozenstempel ook. Voor €5,99. Die heb ik vorige week natuurlijk met de Copic-stempels ingekleurd. Dus dat is voor het moment de laatste. De rozenstempel van Studio Light €5,99. En ik heb eventueel ook nog een paar, die zijn net weer binnengekomen. Heb ik nog een stuk of 6, is natuurlijk die handige metalen plaat. Daisy heeft vorige week een live gegeven. En daar had ze het grote alfabet, het Spotlight alfabet.
Daar hebben we er ook nog enkele van op voorraad. De spotlight van de Alphabet is in de aanbieding van 50 nu voor 24. Dus dat is de spotlight van het Alphabet. Van 50 nu voor 24,99. Echt een mooi groter formaat letters. En daar had ze shakers van gemaakt. Dus elke letter had ze als shakertje gemaakt. En dat had ze dus, het mica had ze ook gestanst. En als je mica wil stansen, dan heb je dus een metalen plaat nodig. En dat kan dus met deze metalen plaat. Past in elke stansmachine. En de metalen plaat om mica te stansen is 6,99. Dus dat is de metalen plaat om mica te stansen, 6,99. En het mica hebben we natuurlijk ook op voorraad. Van JJ 5 vel voor maar 2,99. Dus 5 vellen mica, 2,99. En dan de metalen plaat om de mica te stansen is 6,99. Oh, ik zie dat hier ook nog. Daar heeft laatst nog iemand om gevraagd. Maar ze waren uitverkocht. Maar hier heb ik nog één set van de broekzakmal die Jolanda gebruikt heeft met die leuke trapjesmal. Is de laatste. Dus de eerste die reageert heeft deze set. Normaal zijn ze €19,99 per stuk. En nu deze twee mallen samen voor €19,99. Dus dat is de combideel 1 plus 1 van de broekzak. Combideel 1 plus 1 van de broekzak. Nee, de spring komt 7 februari, de nieuwe knippen en plakken met Jaap. Die kan je wel in pre-order nu bestellen. Dan komt hij in een nieuw mandje, maar die kan nu nog niet mee. En wat ik eventueel ook nog heb, dat is ook de laatste. Die hebben we ook al wat vaker laten zien, is dit leuke doosje. Dat is het doosje van Studio Light. Ik heb er nog eentje. Het doosje van Studio Light en die is €7,99. Een klein cadeautje erin doen of iets lekkers. Oh, ik zie nou hier deze hangen. Die zijn al. En wat ook trouwens hebben we denk ik ook nog niet laten zien. We hebben natuurlijk ook de nieuwe lijn van Studio Light binnen. Ik zag hier al heel veel mooie voorbeelden mee. Ik zie dat er alleen geen prijsje aan hangt. Dit is de nieuwe mal doily card shape. Daar heb ik er eventueel nog twee van op voorraad. Nou, het doosje van Studio Light is verkocht, zie ik. Dus daar hoef je niet meer voor te reageren. Dit is de doily shape card. Dat is ook een nieuwe van Studio Light. Daar heb ik er nog twee van. Ik zal deze alvast even apart leggen, want die zijn verkocht. Dan heb ik natuurlijk ook de nieuwe wax van Carlijn. Oh, ik heb nog van allebei de kleurtjes één, zie ik. Er zijn twee kleurtjes nieuwe wax uitgekomen. De set Magic en de set Valentine. Nou, Valentine zegt het al. Rood-roze tintjes. Wax is ook iets goedkoper geworden. Is nu €7,99. Dus ik heb nog één potje met wax Valentine. En ik heb nog één setje waxzegel, waxmelt. Ook een mooie set. En die heet Magic. De laatste die ik momenteel op voorraad heb. Ja, oh, die hebben we dan eventueel nog meer. Dus mocht je nog wax willen, begrijp van Jolanda dat er nog meer is. En natuurlijk wel weer mooie nieuwe setjes. Ik heb eventueel nog één blokje Romantic Moments. Dus die hele mooie lijn van Janina die laatst is uitgekomen. En die mooie pastelkleurtjes. Er zijn meteen ook allemaal leuke plaatjes weer bij. Nou, die is ook verkocht. Op het moment hoef je niet meer voor te reageren. Die is op. Nou, dan heb ik van Marianne ook nog wat
leuke malletjes liggen. Anouk had bijvoorbeeld de lieve heersbeestjes gebruikt. De collectibles lieve heersbeestjes. En die had ze hier bij deze kaart.